Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar Fem. En ik ga het vandaag met jullie hebben over mijn favoriete haarproducten en haartools. En ik heb een selectief groepje gemaakt van producten en haartools die ik echt heel fijn vind en die ik echt aanraad. Niet dat ik nu echt 50 producten laat zien waarvan ik denk van oké, dit is wel leuk. Dit zijn echt mijn favorieten waarbij ik echt zoiets heb van deze raad ik echt aan en deze zou ik echt gewoon nog een keer kopen. Nog een keer en nog een keer en nog een keer. Dus laten we maar beginnen. Ik begin met de föhn, want de föhn is natuurlijk een essential. Ik vind deze heel erg fijn van Babyliss. De Expert 2300. Nou, het is ook geen hele dure föhn. Ik gebruik meestal dit kopje. Want je kan het er zo afhalen. Maar je hebt ook een ander kopje. Deze vind ik zelf heel erg fijn. En ik heb het idee dat met deze föhn mijn haar gewoon heel snel droog wordt. En hij heeft ook verschillende standen. Nou, natuurlijk kijk ik wat harder, minder hard. Koude lucht, warme lucht. Zeker een aanrader. En vooral omdat deze ook niet heel erg prijzig is. En sommige föhnen die goed zijn, zijn soms heel prijzig. Daarna ga ik door naar de krultang. En dit is echt een krultang waar ik bij zweer. Ik had in het begin al heel veel over gelezen. En dit is de Remington Silk Curling Wand. Ik vind zelf een hele fijne krultang. En hij werkt echt zo snel. En mijn krullen blijven zo goed zitten. Zo zit het een beetje slordig. Zo zit hij wat netter. Je moet er wel rekening mee houden dat bij deze krultang er niet zo'n klepje zit. Heel veel krultangen doe je het er zeg maar omheen. En dan plap je met een klepje dicht. Bij deze krijg je een handschoentje. Persoonlijk vind ik, ja, doe ik het zo gewoon met mijn vingers. En is het een kwestie van oppassen dat je niet jezelf hieraan raakt. En dat je jezelf bezeert. Is echt zo'n fijne krultang. Ja, echt een aanrader. Het blijft zo lang zitten. Het gaat zo snel. Ja, nee, dit is echt heel fijn. Ik zweer hierbij. Ik wil echt geen ander meer. Nou, eigenlijk om het setje nog compleet te maken zou ik nu met een steltang aan moeten komen. Maar om eerlijk te zijn heb ik nog geen steltang gevonden waar ik echt bij zweer ofzo. Dus ik ga jullie geen steltang aanraden die niet echt heel goed is. Dus als jullie toevallig nog een steltang kennen of weten die echt super fijn is, let me know. Kan in de reacties hier beneden. Ik hoor altijd hele fijne dingen over Qi. Heb ik zelf nog nooit geprobeerd. Wil ik wel een keer proberen nog. Dus misschien dat ik dat eens ga doen. Maar als jullie een betere weten, laat het gewoon achter. Ik ga nu even verder met de verzorging. Van de droogshampoos raad ik deze aan. Van Herbal Essence. Ik ben er echt wel heel blij mee. Ze ruiken ook heel erg lekker. Ik ben heel slecht in het omschrijven van geuren. Dat geef ik eerlijk toe. Hij ruikt een beetje zoet. Heel fris ruikt hij. En vroeger was ik heel erg blij met de droogshampoo van Batiste. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Correct me if I'm wrong. Maar die liet vaak ook een witte waas achter. Deze laat geen waas achter. Wacht, ik laat even zien hoe fijn die is. Ik ken niet heel vettig haar momenteel. Maar toen krijg je toch een beeld van hoe die is. Hij geeft ook mooi volume, vind ik. En hij ruikt zo lekker. De geur is niet sterk aanwezig. Meestal wat subtieler. Ja, heel lekker dit. Nu heb ik weer een hoop volume en ik vind het echt een hele fijne. De Seasotic Charm Spray van Tony & Guy. Ja, deze is ook zo fijn. En dit geeft je haar net wat meer structuur. Een beetje dat gevoel alsof je net naar het strand bent geweest. En dit is ook heel simpel. Je spuit het in. Even met je handen er zo doorheen. En dan heb je al een heel mooi beachy effect. Daarnaast is deze niet heel erg duur. Dit is wel de Casual Edition. En je hebt ook gewoon een normale edition. Dit was een Limited Edition, volgens mij. Ja, Limited Edition is dit, maar de normale editie, ja, die kun je ook heel makkelijk krijgen. En die werkt eigenlijk even goed. Het is eigenlijk wel dat deze verpakking er net wat leuker uitziet. De André Lon Volume Poeder van de Pink Collection is deze. Die hier zweer ik ook echt bij. Deze gebruik ik zo vaak. En ik had hem eigenlijk een keer gekocht op aanraden van Diana. Die zei toen van, ja, maar die is zo fijn. Dat moet je een keer proberen. Nou, ik meen het. Deze is echt heel erg fijn. En het is zeg maar poeder. Dit is het. En dan poeder kan je zo een beetje, kan je een beetje op je hand doen. Kan je het zien? En dan moet je eigenlijk in je haar doen. En dan zo even met je handen er doorheen. En dan bam, krijg je echt gewoon veel poeder erbij. Hij ruikt ook heel erg lekker. Erg zoet. Net als de hele Pink collectie. En hij is ook helemaal niet duur. Dus dit is echt een aanrader. Tijd voor mijn favoriete haarmasker. En dit haarmasker. Oh, hij is zo fijn. Het Moroccan Oil haarmasker. En ja, oh. Hij ruikt super rijk. Het is mijn tweede pot inmiddels. Hij ruikt echt naar arganolie. Er zit heel veel arganolie in. En hij voelt zo voedend. En mijn haar, ja, toen ik deze had gebruikt voor de eerste keer. De eerste dag was mijn haar zacht. Maar de tweede dag voelde het zo enorm zacht. Ik had echt nog nooit zo zacht gehad. En zo lekker. Ik was echt verbaasd erover. Nou,
nadeel ervan, het is een prijzig masker. Hij is volgens mij rond 30 euro voor zo'n pot. En je gaat wel redelijk snel over de pot heen, moet ik eerlijk toegeven. Dus dit is voor mij ook echt een verwenproduct. Ik persoonlijk zou het niet elke keer, elke week kopen. Maar als je jezelf eens wil verwennen, doe het met dit. Echt geweldig spul. Super verzorgend. Ruikt heel lekker. Maakt je haar zo zacht. Top spul. Oké, om even goed te compenseren. Dat masker was prijzig. Dit haarmasker of deze combinatie is budget en ook echt geweldig. Ik kreeg ooit een tip om je haarmasker te mengen met de haarolie. Want dan wordt het nog verzorgender. Want hier zitten de verzorgende stoffen heel erg geconcentreerd in. En dit kan je dan gebruiken als haarmasker. En dat doe ik ook echt heel erg vaak. Standaard eigenlijk de Andre Leon Happy Highlights collectie. Dat, ja, ik heb highlights en ik vind deze collectie heel erg fijn. Ruikt lekker, zorgt goed voor mijn haar. Wat ik doe is gewoon haarmasker en een beetje haarolie. Maakt het haarmasker net wat verzorgender. En ja, het is gewoon een hele goede tip. En ik raad het echt aan. En of je dat nou doet met de Happy Highlights collectie of een andere collectie, maakt niet uit. Vorige haarmasker was wat duurder, maar dit is echt een hele goede budget. Dit zijn eigenlijk mijn favoriete haarproducten en haartools. En ik meen echt dat ik over alles super positief ben. En ik zou alles ook echt opnieuw inkopen. Ik hoop dat je de video leuk vond. Laat een reactie achter welke producten jouw favoriete haarproducten zijn of haartools. Want ik ben altijd op zoek naar leuke, fijne, nieuwe producten. En dan kan je over delen met de rest natuurlijk. Ik hoop dat je de video leuk vond. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en te abonneren. En dan zie ik je volgende week weer. Bedankt voor het kijken. Eén keer in de maand een themaweek gaan doen. Dus ja, bij deze hebben we geluisterd naar jullie comments. En...